Dit is de medailletaxi. En met deze medailletaxi gaan wij dus medaillewinnaars ophalen. En dan rijden we naar het Holland Heinekenhuis. En daar worden die sporters die medailles hebben gewonnen, worden dan gehuldigd. Ja, en daar heb ik zoveel zin in. Want ja, we gaan natuurlijk heel veel medailles halen en we gaan heel veel huldigingen krijgen. Dus we gaan heel veel ritjes krijgen in deze medailletaxi. Je doet niet alleen de gouden medailles. Dat is, Peter sluit gewoon als hij zin en tijd heeft, sluit hij af en toe aan. Maar in principe doe ik het allemaal. Dit is hem. Bouwjaar 1967. Sporters komen dus zo naar binnen. Team NL natuurlijk. Als het mooi weer is, dan kunnen ze ook op het dak gaan zitten in principe. Is de driver. Is de driver. Ja, kom maar binnen. Je moet natuurlijk alles goed voorbereiden voor zo'n rit in zo'n medailletaxi. Dat kan je niet zomaar doen. Dus we rijden gewoon al heel vaak het parcours dat we moeten rijden. Dat we dat weten, dat er geen verrassingen zijn. Het is eigenlijk, je bedrijft toch een soort van topsport met zo'n interview. Je kan dat niet zomaar doen. Ik ben vrij handig op de naaimachine, dus ik heb dit in elkaar gezet. En dus ik heb het zoompje zelf gedaan. Ik heb ook deze bandjes om het bij elkaar te houden. En vanaf Londen, 4 jaar geleden, toen ben ik eigenlijk al begonnen in de voorbereiding. De laatste 4 maanden heb ik al een bril op, waarbij alle resultaten van alle Nederlandse atleten wereldwijd voor mijn ogen kwamen. Dus ik weet wat ze kunnen, hoe ze in vorm zijn. Ik denk dat we er een stuk of 30 gaan winnen. Laten we in godsnaam maar beginnen met die rit, want ik heb zoveel zin in. Heb jij een vraag aan een Olympische medaillewinnaar, stel dan via hashtag medailletaxi. En dan stel ik die vraag aan die Olympische medaillewinnaar in de medaltaxi.